In Schravenzande bevindt zich het biologische groentebedrijf van Aad, Arno en Elma Jonker. Wij zijn van Biologische Groenten. Ik ben Arno, dat is mijn zus Elma en mijn vader Aad. Wij hebben een oppervlakte van 16 hectare, waarvan 13 hectare met sla en radijs gewassen. Straks gaan we met 3 hectare de vruchtgewassen in, van de komkommer, paprika en de tomaat. Tevens gaan we proefjes zetten met de minivruchten. Voor de rest is onze markt een beetje de supermarkten en de natuurvoedingswinkels. We hebben een behoorlijk klantenbestandje opgebouwd, wat we zelf ook gevonden hebben. Tevens houden we ons ook bezig met kleinverpakkingen. Soepgroentes, roerbak, in de winter verpakken we boerenkool. En we proberen een zo breed mogelijk assortiment neer te leggen bij onze klant. Zowel op het vlak van de biologische bedrijfsvoering als op het terrein van duurzaam energieverbruik loopt het bedrijf voorop. De sterke punten van ons bedrijf zijn dat wij een totaal biologisch bedrijf zijn, dat wij volledig biologisch telen, dat wij duurzaam telen, dat wij geen fossiele brandstoffen gebruiken, de CO2 geen uitstoot meer is en tevens een veelal van producten telen. Zowel sla, radijs, veldsla. De verschillende slamixen worden gebracht naar de supermarkten. We verpakken zelf producten voor de supermarkt en ook voor de natuurvoedingswinkels. En proberen met dit concept een heel duurzaam product te telen, wat eigenlijk niet meer mogelijk is om te doen. De keuze voor een gesloten kas is dan ook een logische stap. We staan nu in de eindfase van de bouw van de gesloten kas. Volgende week gaan hier de eerste planten in van de vruchtgewassen die we hier gaan telen. Op het moment dat ze er allemaal in staan, we zijn eigenlijk alweer bezig voor een nieuw project waar we naar aan het kijken zijn. We willen eigenlijk hetzelfde neerzetten als hier, volledig duurzaam, van A tot Z. En ja, ook weer een uitbreiding van ons assortiment. Omdat we milieubewust bezig zijn. Er echt mee bezig zijn om beter te telen voor het milieu en de consument, een eerlijk product neer te zetten, waarbij voor iedereen of waarbij iedereen winnaar is. Okay.